SNF Magazine, moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Goedendag, dit is het programma van het Staatsziekenfonds, SZF Magazine. Weer heel veel informatie voor u. En dan ga ik gelijk van start met het volgende. Haast elke dag komen er vragen binnen over geneesmiddelen via de telefoon of mensen die persoonlijk komen of we ontmoeten ze daar bij de apotheek. En steeds weer hoor je personen spreken over de klapper van het SZF. We hebben al vaker deze informatie gegeven, maar herhaling is belangrijk om zaken te onthouden. En daarom vinden we het nodig om een interview dat we eerder, het vorig jaar, hebben uitgezonden, weer te tonen. Het is een gesprek dat we hadden met dokter Sharon van Engelen, een van de artsen van onze medische dienst. We vragen u dan ook aandachtig te luisteren naar wat dokter van Engelen ons wil meegeven over geneesmiddelen en alles eromheen, ontheffingszaken ook. Over geneesmiddelen inderdaad, of zoals we ze noemen, medicijnen. Kijkt u maar. Er zijn ontzettend veel medicijnen op de wereld. Gelukkig tegenwoordig ook in Suriname. Dus niet alleen de medicijnen die vergoed worden kun je verkrijgen in de apotheek, maar ook medicijnen die je zelf kunt kopen. Dus de medicijnen die je ten laste kunt krijgen van het SZF, die mogen voorgeschreven worden. Maar de specialist of de huisarts, die is ook vrij om u een medicijn voor te schrijven die u zelf moet kopen. U kunt dus niet voor elk medicijn ontheffing krijgen. Er zijn middelen die zogenaamde klappermedicijnen zijn waar je geen ontheffing voor nodig hebt. Maar er zijn ook ontheffingsmiddelen, de zogenaamde BEG-middelen. En er zijn middelen waarvoor je geen ontheffing kan krijgen. Dat zijn middelen waar je voor moet betalen. Waarvoor staat BEG? Bijzonder essentiële geneesmiddelen. Dat zijn middelen waar je ontheffing voor kan krijgen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel medicijnen die je vrij kan kopen. Maar daar kun je geen ontheffing voor krijgen. De lijst van de ontheffingsmiddelen die is inmiddels wat uitgebreid. U kunt daarvoor onze website raadplegen. www.szf.sr. Ook de formulieren die u daarvoor nodig hebt kunt u op de website halen. Of u kunt bij onze apotheek langs voor de informatie. Hier wordt bepaald wie ontheffing krijgt voor een bepaald medicament? Ja, voor de ontheffingsmiddelen moet u aan bepaalde criteria voldoen. De medische dienst kijkt als u voldoet aan de criteria. Want zoals u weet, voor een BEG-middel geldt, het gaat om relatief dure middelen, maar als de gezondheidswinst meer is, dan wordt het middel voor u vergoed. Zijn er middelen waar het SZF, of althans de medische dienst, dat niet bepaalt, maar het ministerie? Voor wat de BEG-middelen betreft, de NGK-commissie die bepaalde toetsingscriteria voor de BEG-middelen. En de medische dienst die toetst als de verzekerde voldoet aan de criteria. En daarnaast zijn er ook middelen die buiten de BEG-middelen om toegevoegd zijn door het Staatsziekenfonds. Een heel bekende daarvan is zogenaamde clopidogrel en dipiridamol. Die zijn toegevoegd. Waarvoor zijn die? Clopidogrel die is een middel dat door de cardioloog voorgeschreven wordt nadat mensen opgenomen zijn op de afdeling cardiologie. Die kunnen dan met hun ontheffingsaanvraag komen naar het Staatsziekenfonds en dan kunnen wij het beoordelen. Het middel dipiridamol,
het wordt ook wel persantin genoemd. Dat is als mensen een beroerte hebben doorgemaakt, die kunnen met hun aanvraag komen naar de medische dienst. Maar er zijn meer middelen hoor. Maar je kunt daarvoor de website raadplegen. Is een van de criteria ook de leeftijd? Want daar wordt ook vaak naar de afdeling voorlichting over gebeld. Nee, we hanteren geen leeftijdsgrens. Het is de gezondheidstoestand van de patiënt die bepaalt of het middel wel of niet vergoed wordt. Zijn de criteria bekend? Kunnen mensen daarover beschikken? Of zegt u, het is volksgezondheid die dat zou moeten publiceren? Nee, de criteria zijn bij de artsen die deze middelen voorschrijven, dus de specialisten en ook de huisartsen, bekend. Dus de artsen weten waarvoor. En als iemand vragen heeft van ja, waarom is mijn ontheffing afgekeurd? Ja. Dan kunnen ze dat vragen aan een behandelend arts. Waarom? Of ze kunnen het vragen aan de, als ze komen naar de medische dienst, kunnen ze het ook vragen aan de dokter van de medische dienst. Dat ben ik of mijn collega's. Maar het probleem is vaak dat we aan de lopende band ontheffingen krijgen, maar we hebben ook ander werk natuurlijk, dus we kunnen de mensen helaas niet altijd te woord staan. Dus we hebben liever dat mensen dat met hun arts bespreken. De toetsingscriteria, wij proberen de artsen zoveel mogelijk of zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de toetsingscriteria. Dus als ze dat willen weten, kunnen ze dat beter met hun voorschrijvende dokter bespreken. De arts krijgt ook een exemplaar of wordt op de hoogte gesteld dat het is goedgekeurd of afgekeurd? Juist, de artsen krijgen ook een exemplaar van de afwijzing dan wel de goedkeuring. Gelukkig komt het niet zo vaak voor dat aanvragen afgekeurd worden of dat aanvragen afgewezen worden, omdat de meeste artsen de criteria goed toepassen. Dus het komt gelukkig. Worden de aanvragen niet vaak afgewezen. Tot slot, dokter Van Engelen. Wilt u nog iets, een advies geven of iets benadrukken voor de verzekerden of bijvoorbeeld mensen die een verzekering aanvragen? Ja, ik heb zeker nog enkele adviezen. Voor de mensen die een aanvraag doen voor een vrijwillige verzekering, wil ik adviseren om ons zoveel mogelijk te vertellen hoe het staat met hun gezondheid. Dus op het moment van de aanvraag is het voor ons belangrijk wat voor klachten ze hebben, welke medicijnen ze gebruiken. Wat ons ook opvalt is dat mensen vaak ook de namen van hun medicijnen niet kennen. Hè? Terwijl ze de medicijnen vaak wel jaren gebruiken. Hè? Het is vaak of het witte pilletje, een rond pilletje of een geel langwerpig pilletje. Dat is heel erg jammer. Probeert u of de medicijnen op een kaartje te schrijven en bij u te hebben. Of probeert u ze te onthouden. Ik snap wel dat het lastig is omdat die merken steeds andere namen hebben. Maar dat u in grote lijnen weet wat voor medicijnen u gebruikt. En probeert u de waarheid op te schrijven op het keuringsformulier. Dat is heel erg belangrijk. Dat was dus dokter Sharon Van Engelen van de medische dienst van het SZF. Het is een interview van het vorig jaar, maar we hebben het herhaald. Om toch wel erop attent te maken dat er zaken zijn waar u rekening mee moet houden. Het is de geneeskundige of de commissie van volksgezondheid, de Nationale Geneesmiddelenklappercommissie, die de lijst samenstelt. En wij moeten ons eraan houden. We hebben nog meer medicijnen toegevoegd, waardoor het is geworden de SZF-prijslijst. Over ontheffing gesproken, we willen toch even aan de bel trekken. Het komt regelmatig voor dat artsen de ontheffingsformulieren niet volledig invullen. Vaak let de verzekerde ook niet op en wanneer ze het formulier op de medische dienst indient, of hij, blijkt dat het niet volledig is ingevuld.
En dan horen de medewerkers de bekende zin, ja, ik weet het niet. Ik heb, ja, de arts heeft het ingevuld, ik weet het niet. En op het formulier staat vermeld dat een onvolledig formulier niet in behandeling wordt genomen. Soms worden niet eens de gegevens van de verzekerde ingevuld. Dus kan de medewerker niet achterhalen of het van de juiste persoon is, al komt de brenger met een geldige SZF-kaart. Verzekerde, alstublieft, u moet ook erop letten dat het formulier volledig ingevuld is. Voordat ze naar het SZF-kantoor wordt gebracht, het formulier. De artsen doen we het verzoek, alstublieft, om de volgende zaken in te vullen op het formulier, om de verzekerde loperij te besparen. En wel de naam, volledig, geboortedatum, het SZF-nummer en de vervaldatum van de kaart aangeven, om welk middel het gaat en de indicatie. En niet te vergeten, stempel en handtekening plaatsen. Dat moet dus de arts doen. Maar ook de verzekerde heeft een taak om te kijken of de arts alles heeft ingevuld. Alsjeblieft, wilt u daarop letten, want dat kan u een heleboel loperij besparen. En dan moet u niet boos worden op de medewerker, want die moet zijn werk doen. Nu even de vrijwillig verzekerden eraan herinneren om hun premie op tijd te voldoen. Let op de langere openingstijden van deze maand. Volgende week donderdag 27 en vrijdag 28 maart. Van 7:30 tot 5:00. De laatste betaaldag is 31 maart, maandag. Maar dan is de kassa tot 2:00 open. Dus volgende week hebt u 2 dagen. Tot 5:00 en de week daarop is het dan gewoon tot 2:00. In het tweede kwartaal zal de kassa langer open zijn, we hebben de dagen al voor u, op dinsdag 29 en woensdag 30 april, donderdag 29 en vrijdag 30 mei en op vrijdag 27 en maandag 30 juni van 7:30 tot 5:00. Deze datums kunt u alvast noteren. Vorige week donderdag was het Wereldnierendag. We hebben u het verteld. En in dit kader zijn overal in de wereld activiteiten ontplooid, ook in Suriname. Zo was er onder andere een conferentie over niertransplantatie in Suriname, utopie of werkelijkheid. En ook de Stichting Diabetes Educatie Suriname, SDES, en het Ministerie van Volksgezondheid hebben in het kader van het eenjarig bestaan van de One-Stop-Shop voor chronische ziekten een conferentie georganiseerd. En die is vorige week zaterdag 15 maart gehouden met als thema zorgvernieuwing middels het One-Stop-Shop model. Het concept van de One-Stop-Shop is gebaseerd op het samenbrengen van diensten die noodzakelijk zijn om goede zorg voor personen met chronische ziekte te verzekeren. En het is dan makkelijker voor de mensen dat ze alles op één plek kunnen doen. Dat is goed nieuws, maar er zijn ook zaken naar voren gebracht door verschillende sprekers waarover we ons zorgen moeten maken. En een van de sprekers was de medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dokter Lindy Liaukifa, die enkele cijfers noemen van een onderzoek van een paar jaar terug. En ik laat u een stukje horen uit haar presentatie. Dit zijn slides van het STEPS-onderzoek, waarbij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de data heeft aangeleverd. Deze slide geeft een beeld van de opnames in het Academisch Ziekenhuis over 2007 tot 2012, waarbij we zien dat vooral de hart- en vaatziekten, dat het toeneemt. De hersenafwijkingen die zijn toch ook wel vaak gerelateerd aan hart- en vaatziekten, de beroertes. En suikerziekte vertoont ook wel een stijgende trend. Als we dat verdelen naar etniciteit, dan zien we toch dat eigenlijk overal toch wel de Hindustaan het meest getroffen wordt. Creolen hebben iets meer CVA, heeft waarschijnlijk meer te maken met hypertensie, maar ook suikerziekte komt daarin voor. En de hartziekten die schijnen toch wel de overhand te nemen. Bij de inheemse Marons is dat nog niet zo erg,
Maar dat zal ook wel veranderen in time. Omdat ze waarschijnlijk nog iets meer het traditionele gedrag hebben en nog niet allemaal overweed zijn geraakt, weinig bewegen, dat soort dingen. Dat zijn zaken die enorm bijdragen. Er zijn andere onderzoeken die dus wel die trends aantonen. Dat wanneer mensen naar de stad komen, dat ook het gedrag en ook het ziektepatroon verandert. Dit is een beeld van naar de leeftijdscategorieën. Waarbij we zien dat inderdaad hoe ouder mensen worden, dat er meer sprake is van hart- en vaatziekte, meer bij mannen dan bij vrouwen. Hoe dat komt, dat zullen we dan verder moeten uitzoeken. En suikerziekte, dat begint toch wel iets jonger dan dat op oudere leeftijd. We zien daar meer vrouwen dan mannen. En een gedachte is misschien dat, ja, waar zijn die mannen? Misschien zijn die mannen overleden aan andere dingen, we weten het niet. Waarom vrouwen meer last hebben van suikerziekte, daar moeten we over nadenken. Het zijn dus de cijfers zoals die er nu zijn. Patiënten opgenomen in het AZP met diabetes en perifere vaatafwijking, dat zijn eigenlijk meer de mensen met de diabetische wonden. We zien daarin ook een stijgende trend. En het is voor ons natuurlijk reden om te kijken van, hé, wat moeten we daaraan doen? Dit is een presentatie van 2008 waarbij we hebben gekeken, een korte sessie hoor, over ambulatory care sensitive hospitalizations. Dat zijn opnames die in principe vermijdbaar zouden zijn en een indicator zijn eigenlijk over de toegankelijkheid van de zorg. Dus hoe makkelijk kan iemand bij de dokter terechtkomen, hoe is de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt en hoe is de zorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Want als je bijvoorbeeld een CB, een consultatiebureau hebt in een gebied waarin alleen maar oudere mensen wonen, bij wijze van spreken, dan is dat niet afgestemd op elkaar. Dus zo zou je zorg ook moeten afstemmen op de vraag van de populatie die je zou bedienen. Dat geldt eigenlijk meer voor de eerste lijn, die op een gegeven moment, als dat niet goed georganiseerd is, dat we de gevolgen zien in de tweede lijn. Ik heb hier nu wat cijfers, ook van 2008, waarbij we dus in van die ambulatory, vermijdbare hospitalisaties, we hebben dus 652 patiënten gehad. Met de toen geldende lichtdagtarieven was dat bijna 4 ton, over ongeveer 4000 lichtdagen, gemiddelde lichtduur van 3 dagen. Hartfalen, 364 patiënten met een gemiddelde lichtduur van 8 dagen. Kostte ongeveer 6 ton toen, maar de tarieven zijn ondertussen maal 1,5, dus je moet maar rekenen maal 1,5 of zo. En dan vooral diabetes. We hebben toen 265 patiënten opgenomen met een gemiddelde lichtduur van bijna 18 dagen, 17,7 dagen. Kostte toen alleen lichtdagen, zonder verrichtingen, zonder operaties, zonder te denken aan wat de gevolgen zijn voor de patiënt, voor het welzijn, of zonder te denken aan gaat die patiënt nog kunnen werken. Directe kosten alleen lichtdagen 9 ton, maal 1,5, kun je maal 2 misschien. Dat waren de kosten toen van 2008. Dan praat ik alleen over directe kosten. En als je dat allemaal zou nemen voor de vermijdbare hospitalisaties, de microfoon is uitgevallen, over 2008, dan praten we over 3,5 miljoen SRD. Dat zijn dus de directe kosten. En ik denk als we dus niet alleen kijken naar wat dat betekent voor de patiënt, maar ook kostenwijs, dat we er, dat het tijd is dat we daar ook ingrijpen. De rol van de tweede lijn. Ik denk dat de rol van de tweede lijn hierin bestaat dat we moeten gaan analyseren. Wat gebeurt er? Hoe komt het dat die patiënt uiteindelijk in die tweede lijn terechtkomt? Is de zorg in de eerste lijn? 1. Gaat de patiënt naar de dokter? Want daar begint het al mee. 2. Is de zorg afgestemd op wat de noden zijn van de patiënt? En 3, begrijp die patiënt wel waar het over gaat? Want wij vertellen wel dingen, maar is het toegankelijk, begrijpen ze het? Of is die zorg te veel versnipperd? En dan hebben we weer die one-stop shop die dan weer alles bij elkaar brengt. Om op die manier toch te proberen om die zorg toegankelijker te maken voor de mensen. De samenwerking met de eerste en anderhalve lijn, dat hebben we gezien met de one-stop shop. Dat toch wel veel intensiever gebeurt. De artsen die verbonden zijn, die hebben intensief contact met de specialisten. En ik denk dat met z'n allen maakt dat ook de zorg naar de patiënten die daartoe zijn, dat ook veel beter wordt. En verder de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten. We zien dus dat als er een verandering komt in
in de zorg die geboden wordt, dat er ook andere zorgvragen zijn. En als er een andere zorgvraag is, betekent dat we ook andere zorgproducten moeten gaan ontwikkelen. Ik begrijp dat als we nu amputaties kunnen voorkomen of dat we anders ermee omgaan, dat we ook moeten gaan kijken met de bezig zijn te kijken met de revalidatiearts en de orthopeed en de orthopedische schoenmaker, dat we bezig zijn om nieuwe zorgproducten te ontwikkelen. Dus ik denk dat dat heel kort werkt het weer, samengevat, dat dat toch weer iets is waar we naar zouden moeten kijken. Dat we in die tweede lijn beter moeten samenwerken met de eerste lijn. Wij zijn er niet alleen, het is ketenzorg, dus overal waar het mis kan gaan, moeten we kijken waar we kunnen ingrijpen. Wij zien het eindstadium, maar dat betekent niet dat het bij ons moet houden. We zouden moeten kijken van wat we moeten doen om te voorkomen dat mensen uiteindelijk bij ons in die tweede lijn terechtkomen. Ja, dat was dokter Leo Kifa. Ook de internist-nefroloog dokter Heerenveen noemde op het symposium over niertransplantatie verontrustende cijfers. Vooral mannen worden getroffen door diabetes en alles wat hiermee te maken heeft. En ja, het kost ons land miljoenen. Niet alleen, maar ook wordt er veel menselijk leed veroorzaakt door diabetes, hoge bloeddruk en de ziekten die hiermee gepaard gaan, de nieren die uitvallen. Zoals dokter Leo Kifa het zei, het is tijd om in te grijpen. Het hoeft niet zo ver te komen. Wij hebben het voor een groot deel zelf in de hand. Onze gezondheid hebben we voor een groot deel in eigen hand. En we moeten eraan gaan werken. Nu aandacht voor de PAHO-kalender, waarop internationale dagen om extra aandacht te vragen. Gisteren was International Day of Happiness. Grappig. En de VN-man, de baas van de VN, de secretaris-generaal Ban Ki-moon, die heeft mensen opgeroepen om video's en foto's, happy video's en foto's te plaatsen op het net. En we hopen dat dat gelukt is, want we willen natuurlijk dat mensen gelukkig zijn, happy. Maar dat is niet altijd het geval, want vandaag, 21 maart, worden we weer erop gewezen dat discriminatie, rassendiscriminatie moet worden uitgebannen. Het is de International Day for Elimination of Racial Discrimination. Door de VN ingesteld om mensen eraan te herinneren dat rassendiscriminatie zeer negatieve gevolgen kan hebben. En de VN wil ons met deze dag stimuleren om discriminatie tegen te gaan. Zaterdag is Wereldwaterdag. U weet, we weten allemaal hoe belangrijk water is voor de mensheid. En helaas is de toegang tot goed en veilig drinkwater nog steeds een groot probleem internationaal. We mogen ons gelukkig prijzen in Suriname dat we goed water hebben. Helaas nog niet voor iedereen toegankelijk. Maar we moeten ook ernaar kijken dat het water niet wordt vervuild door kwik en allerlei andere zaken. Nou, het thema dit jaar is water and energy, water en energie. Elke opwekking en overdracht van energie vraagt inbreng van water of brengt mogelijk een belasting van de waterbronnen met zich mee. Aan de andere kant is energie nodig om water te pompen, te transporteren naar gebieden waar mensen ze nodig hebben. Water en energie zijn dus nauw met elkaar verbonden. Vandaar het thema Water and Energy. En maandag 24 maart is Wereldtuberculosedag ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Internationaal vragen organisaties aandacht voor een van de meest dodelijke infectieziekten en ook een van de oudste ziekten ter wereld. Deze datum is gekozen omdat op die dag in 1882 de Duitse arts Robert Koch de ontdekking bekend maakte van de tuberculosebacil. TBC,
TB, zoals de Engelsen of de Amerikanen het noemen, is een ziekte die zich verspreidt via niet zichtbare bacteriën die in de lucht terechtkomen wanneer een patiënt hoest, zingt of niest. Niet iedereen die de bacterie inademt wordt ziek en de infectie komt het meest voor in de longen, maar kan ook bijna alle andere organen aantasten. Elk jaar worden 9 miljoen mensen ziek door TB. Helaas krijgen 3 miljoen van deze 9 miljoen niet de behandeling die ze nodig hebben. Een derde deel dus. En er wordt gevraagd dat we helpen deze mensen te achterhalen. Informatie is dus heel belangrijk. Vroege opsporing, adequate behandeling en het tegengaan van besmetting zijn essentieel. Want tuberculose is te genezen. En dan het gezondheidskompas van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid. Ook weer aansluiting op hetgeen ik daarnet zei, Wereldtuberculosedag. Tuberculose is, zoals ik eerder zei, een dodelijke ziekte. En het is te voorkomen en heel goed te behandelen. Als iemand langer dan 2 weken last heeft van een aanhoudende hoest, is het aan te raden een onderzoek te doen naar het voorkomen van tuberculose, de bacterie in het lichaam. Een onderzoek naar deze bacterie kan gedaan worden via de huisarts of op eigen aanvraag. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het consultatiebureau voor longziekte aan de Rode Kruislaan 3. En het telefoonnummer is makkelijk 498-498. Help om deze ziekte uit te bannen. En bewoners van Kwarasang en omgeving, nogmaals, zondag 23 maart is er op het terrein van de openbare school te Kwarasang een gezondheidsbeurs die om 8 uur 's morgens start. En u krijgt de gelegenheid uw bloedsuiker, bloeddruk te checken, uw gebit te controleren, uw ogen. En u krijgt ook noodzakelijke informatie door de verschillende instanties in de gezondheidszorg. Het staatsziekenfonds zal er zijn. Verzekeren is belangrijk. Diabetes-educatie Suriname, de stichting, de mobiele oogbus, noem maar op. En nog veel meer andere instanties. Dan naar de wachtdienstregeling. Maar allereerst excuses, onze excuses. Want In het afgelopen weekend was er iets mis met 1480, alleen met de optie 2. Alle informatie was correct ingesproken en nadien beluisterd, 1 tot en met 6, de verschillende districten en apotheken, dierenarts, tandarts. Maar in het weekend kreeg je bij het intoetsen van optie 2 voor Nikeri en Saramaka informatie van de week daarvoor, 8 maart in plaats van 15 maart. Nou, u kunt zich voorstellen, we hebben contact gemaakt met de technicus van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur, die hierover gaat. En gelukkig is het probleem toen opgelost. Maar het heeft toch wel voor wat last gezorgd voor de artsen die niet in de wacht waren. En natuurlijk ook voor eventuele patiënten in Nikeri en Saramaka. De rest was oké, maar Nikeri en Saramaka had een klein probleem. We hopen dat het zich niet meer zal voordoen. Maar we blijven u toch vragen om de andere kanalen waar de wachtdienstregeling wordt gepubliceerd ook in de gaten te houden. Via de radio, televisie en ook SZF Magazine, noteert u het alstublieft. Want u weet maar nooit wanneer u de informatie kunt nodig hebben. Nou, dan de wachtdienstregeling voor het weekend. Zaterdag 22 maart 6 uur 's morgens. Tot maandag 24 maart 6 uur 's morgens. Paramaribo Wanica, Dr. C. Kim Raj van Wijzenbroek. Kliniek Hoek Rubens en Govert Flinkstraat 1A, Toertonne 4. Telefoon 874-3043. Dr. I. Nobibux-Morsen, kliniek, RGD Poliwelgelegen, telefoon 436-975.
Woningtelefoon 852-0303. Dr. H. Mohamed Ashim, kliniek Haji Sultan Kalanweg 221. Telefoon 486-140. Woningtelefoon 885-4840. En Joshua Medical Center aan de Van Roosmalenstraat 31. Telefoon 420-279. In Nikeri, Dr. R. Ramyatan, kliniek RGD Polynieuw Nikeri, telefoon 231-281. Woningtelefoon 211-146. Dr. R. Karaya, kliniek RGD Poly Paradise, telefoon 236-015. Woningtelefoon 866-1225. In Saramaka, Dr. Pera Mautar, kliniek Poly Tijgerkreek. Telefoon 375-144. Woning, telefoon 878-7977. In Kommerwijnen, Dr. M. Hieuw. Kliniek, Poly Alkmaar. Telefoon 680-4465. Woning, telefoon 885-1641. In Kommerwijnen en in Coroni en Marowijnen kunt u gaan naar de RGD-artsen in de wacht. De spreekuren zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur 's morgens en van 5 tot 6 uur 's middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden, we herinneren u eraan dat u altijd uw geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs moet meenemen. De apotheken in de wacht van zaterdag 22 tot en met vrijdag 28 maart. Apotheek Lichon aan de Latourweg 17, telefoon 482-428 of 483-518. Open van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. De apotheek van de RGD te Geiersvliet, telefoon 454-917, staat aan de Wongso Radiostraat 2. En die te Lelydorp, het telefoonnummer 0366-125, het staat aan de hoofdweg van de Indira Gandhiweg. Beide apotheken zijn open van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. En apotheek Osan aan de Kwattaweg 200, telefoon 440-420 of 440-363 of 442-535 is open van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds, ook op zon- en feestdagen. De volledige wachtdienstregeling kunt u vernemen via ons servicenummer 148. En nogmaals, alles wat door mensenhanden gemaakt is, kan falen. Dus houdt u er ook rekening mee dat via de dagbladen, radio, tv, de wachtdienstregeling ook wordt gepubliceerd op onze website, Facebook. En de BlackBerry en Android toestelhouders krijgen hem via Surifiets en What to Wear to. Het is een public service van het SZF. De uitzendtijden van SZF Magazine, vrijdagavond na het journaal van 19:30 bij de STVS. De herhaling zondagmorgen omstreeks 22:30. Rasonic TV Nikeri, vrijdag om 18:30. En Garuda TV op zaterdagavond om 19:00. Nou, dat was het wat SZF Magazine betreft. Het afgelopen weekend waren er heel wat minder prettige berichten over wat zich allemaal heeft afgespeeld in het verkeer en gewonden. En later is iemand overleden in het ziekenhuis. Elektriciteitspalen die omver zijn gereden. Onder andere door overmatig gebruik van alcohol, zich niet houden aan de snelheden, de voorgeschreven snelheden. Alcohol en drugs zijn uit den boze. U moet zich houden aan de vastgestelde snelheid, maar daarnaast een beetje meer verdraagzaamheid en respect voor elkaar is op zijn plaats. Let goed op uzelf en tot de volgende week. Goedendag. SZF.
Magazine, heb je gezien? Het staatsziekenfonds is er voor ons.